Hey mensen! Hey! Waarom leven wij in een camper? Ja, dat vroegen zich wat mensen ook al af. Sommigen hebben geschreven en vast wel hebben sommigen van jullie misschien ook al gedacht... Nou ja, wat is dat eigenlijk wat die twee daar doen? Misschien ook niet, maar dat veronderstellen wij gewoon. Dus wij dachten, wij gaan vandaag even dat adresseren en even wat kletsen met jullie bij een koffietje. Ja, om het even uit te leggen. Even kijken van wat is ons waarom. Wij leven nu 423 dagen in de camper. Ja. En hiervoor, ik heb gewoon in een biowinkel gewerkt, een beetje inkoop gedaan, een beetje van alles gedaan. We hadden een klein tussenwoning in een dorp. Klopt, een rijtjeshuisje eigenlijk gehuurd. Was op zich hartstikke gezellig. Ik was ook hier en daar aan het werken in winkels en op het laatst ook bij de Roompot in de callcenter boekingen maken en zo. En ik heb tussendoor ook een studie gedaan, voor wie het interessant vindt, was beeldende kunst. Was heel leuk, maar ja, dat was op een gegeven moment ook klaar, want ik heb gewoon ja, tot het einde gedaan. En dan was de vraag, ja, wat doen nu? Wat gaan we nu doen? Wat gaan we nu doen? Wat is eigenlijk ons doel? Wat willen we een beetje met onze tijd eigenlijk? Ja, we hebben 8 jaar in Nederland gewoond. We komen oorspronkelijk uit Duitsland. Ja, dat hoor je een beetje. Waarschijnlijk wel. En ja, toen was zo'n punt, ja, wat gaan we nu doen? Is dat het gewoon elke dag naar het werk gaan, een paar weken in het jaar op vakantie gaan? Dat was het voor ons niet. Wij willen gewoon wat meer zien van de wereld. We willen wat meer zelf bepalen wat we doen. Op den duur kwamen we een beetje op dat minimalisme. Hebben we dat ontdekt. Dat je eigenlijk veel minder nodig hebt dan je denkt. Want je koopt heel veel spullen, dat kost allemaal geld, daar moet je voor gaan werken. En dan zet je dat vervolgens in je woning, die moet je daarvoor betalen om je spullen erin te doen. Ja. Zo'n beetje. Dus minimalisme is, je hebt gewoon minder nodig, dan moet je ook minder daarvoor gaan werken, want je hebt minder nodig. Ja, minder kosten. En tegelijkertijd, vooral ik heb dan ontdekt RV life in Amerika. In de VS, RV, of Canada ook, RV staat RV, onze naam, RV in Europe, dat staat voor Recreational Vehicle, dus een camper op zijn Amerikaans Engels. Mm. RVing, dus het doen van met de camper, kamperen. De onderweg zijn. Onderweg zijn. Mm. RVing Europe, dus in Europa met onze camper onderweg zijn, dat is zo'n beetje onze naam. Mm. En... Ja, in Amerika is dat vrij groot al die beweging. Die beweging, ja. Dat mensen in een camper gaan wonen. En ja. Dan zijn die RV's, die motorhomes in Amerika, zijn veel groter, dubbele maat wat wij hebben. Ja, en met was-droog combinatie. Met alles. En zo. Maar dat was wel zo'n ding, dat willen wij ook. Het, ja. Het is mogelijk, technisch is het mogelijk om met alles wat je nodig hebt gewoon onderweg te zijn. Dus dat, daar gingen wij dan voor werken. Ja, klopt. Het was eigenlijk een beetje dan zo van een ontdekking. Hé, dat kan ook. Je kan al die comfort hebben. Maar omdat we ook nieuwsgierig zijn, wilden we gewoon ook wat meer zien inderdaad van Europa. Gewoon reizen. Want ja, het was op een gegeven moment zo. Wij zagen onze familie alleen in, of altijd in de vakantie eigenlijk. Omdat we anders geen tijd hadden. En ja, we kwamen eigenlijk nooit eraan toe om echt andere landen te ontdekken. Wat we beide ja, heel leuk vinden. Ja. Dus ja, dan maar wieltjes onder je huisje doen eigenlijk. Zo'n beetje op die manier. Nou, ja, toen hebben we uitgezocht wat willen wij, wat hebben we nodig. Zo'n Amerikaanse camper is wel leuk, maar die verbruikt heel veel brandstof. Is heel groot en heel onhandig in Europa. Het kan wel, maar het is gewoon wat krapper. Die wegen zijn niet daarvoor gemaakt. Nee, precies. Dus ja, we hadden heel erg geluk eigenlijk dat we onze Concorde hebben gevonden. Want precies dit model, Ben had natuurlijk alles uitgevogeld. Al van, oh ja, welke indeling en hoe en wat. En, dus wij zochten naar een specifiek model. En dat heb je niet zo heel vaak in Nederland. Ik weet niet waarom, maar is gewoon zo. Die zijn niet zoveel te koop.
En we hadden heel erg geluk dat er één Nederlander die had deze Concorde vanuit Duitsland, zeg maar, geïmporteerd. Zeg je dat? en ja, die was dan te koop, dus die hebben we dan ontdekt. En eigenlijk meteen toegeslaan, misschien onze kans gegrepen. Ja. En hebben die gekocht. Was wel een beetje te vroeg. Ja, het was eigenlijk een jaartje te vroeg, want het groeide allemaal, die wens om dat te doen. Hmm. En toen hebben we gekeken, ja, wat heb je nodig? Wij hebben ervoor gekozen, we willen gewoon goed bankstil in de camper. We willen gewoon een douche in de camper. Niet, ja, het is geen vanlife, het is RV-life. We moeten dat gewoon bij ons hebben. Dus dan kijken welke indeling willen we. En toen hebben we die gevonden. En die zijn er niet zo vaak. Ja, je zei het net. Hmm. Dus of nu of niet. Precies. En toen dus hebben we een jaartje te vroeg eigenlijk gekocht. Te vroeg. En ook om gewoon even vakantie te houden. Want ja, eigenlijk, wij hadden wel best wel lang al die droom of die voorstelling. Maar het is toch best wel een grote stap. Ook al was het maar een huurhuisje. Maar toch te zeggen, we laten alles achter. Ons werk, onze omgeving. En wat we zo hadden opgebouwd al die jaren een beetje. Ja. Dus wij waren wel ook nog een beetje twijfeld. En zullen we het echt doen of niet? Dus dat heen en weer, dat was ook een tijdje. Ja. Maar ja, zo hadden we gewoon een camper. En zijn daarmee ook een paar keertje. Ja, twee, drie keer in één jaar. Toen we dan tijd hadden, op vakantie gegaan. En het viel gewoon hartstikke goed. Dus daar zie je ook, in één jaar tijd hebben we maar 3 keer echt de tijd gehad om met de camper op pad te gaan. Ja, dat was soms maar een weekend hoor. Ja. Ja. Ja, ik heb qua werk, ik had nooit meer dan 1 dag achter elkaar vrij. Of ik moest vakantie nemen. Ja, voor 1 dag dan ga je niet ver met een camper. Nee. Dus, maar ja, dat jaar hebben we wel gebruikt om hier en daar dingen te veranderen in de camper. We hebben zonnepanelen erop, we hebben andere accu erin, ander toilet erin. We hebben van alles veranderd. Ja. Want wij willen autark, heet dat op zijn Duits. We willen zelfvoorzienend ergens kunnen staan. Op de camping, dat kan ook leuk zijn, maar dat is niet voor ons, aan ons besteed. Nee. Wij willen gewoon ergens staan waar wij willen en alles bij ons hebben. Dus wij moeten af en toe water vullen en de rest, stroom en alles, hebben wij gewoon. Ja, dus je hebt een camp. Dat is eigenlijk een beetje de reden waarom wij bijna nooit op camping staan. Ja, omdat we het niet nodig hebben. Want als je je eigen badkamer erbij hebt met alles en je hebt je eigen stroom, dan betaal je eigenlijk alleen maar voor een parkeerplaats. En dat wordt dan weer een soort van huur. En wij willen eigenlijk een beetje daar uitstappen, zeg maar. Uit het hele steeds maar moeten betalen zoveel overal. Ja. Voor. Ik bedoel, het kan hartstikke leuk zijn. En ook, ik snap dat je voor de faciliteiten ook betaalt. Maar ja, voor een stukje weiland, dat heb je ook gratis. Ja. Dus ja, er zijn camperplaatsen, die zijn gratis. Dus daar maken wij gebruik van. Precies, ja, ook gewoon om eigenlijk niet zoveel geld te moeten betalen. Om eigenlijk zo lang mogelijk dat te kunnen investeren in dingen die wij gewoon leuker vinden. Onderweg zijn bijvoorbeeld. Dat vinden wij gewoon heel erg belangrijk. En dat is een beetje onze prioriteit geworden. Ja, wat jij een beetje zei over dat minimalisme. Je kan wel de hele tijd heel veel consumeren en leuke kleren kopen en leuke spulletjes allemaal. Maar ja, voor ons is dat een beetje. Wij proberen daar een beetje weg van te komen. Wij vinden het soms wel leuk om dingen te kopen, maar wij proberen minder te consumeren. Gewoon bewuster prioriteiten te zetten van wat is belangrijk in mijn leven, ik zeg het maar zo dramatisch. Ja. Wat is belangrijk voor mij en wat wil ik doen? Hoe wil ik mijn tijd besteden en mijn energie? Ja, dat is voor ons gewoon onderweg zijn, nieuwe landen zien. We hebben ook heel veel tijd toegebracht al bij de familie. Want dat moesten we een beetje compenseren voor al die jaren dat we elkaar maar af en toe zagen. Af en toe zagen, zo'n beetje. Dus, ja, nu hebben we de. Nu maken wij de keus wanneer wij waar zijn en hoe lang. Klopt, dus wij bepalen wat doen wij met ons leven. Ja. En dat is de reden. Klopt. Wij willen zelf bepalen, niet onze baas moet beslissen, mag ik nu mijn ouders gaan zien. Ja, precies. Dat is ook gewoon een beetje zo. Dat kwam niet voor niets, zeg maar. We hebben veel jaren gewoon echt veel gewerkt. En weinig tijd gehad. Veel in de winkel en op de studie en overal. Gewoon veel tijd en energie ingestopt.
En ook, we hebben ook veel gespaard. We hebben echt alles overbodige weggelaten. Dat was ook een soort van al voorbereiden op die minimalistische manier van leven eigenlijk. Want als je iets ziet en je wilt er kopen, dan denk je, oh nee, camper. En dan weet je, je hebt die ruimte niet. En op die manier, het is niet zo makkelijk. Want consumeren is natuurlijk... Nou, dat is leuk hoor. Dat is leuk, hè. En het gaat snel en easy. Maar ja, we hebben dus eigenlijk hard voor gewerkt. En we hebben gespaard. En hebben nu eigenlijk een beetje die ruimte voor onszelf gecreëerd. Om onderweg te zijn. Om wat dingen te zien. Om te kijken, ja, wat willen we eigenlijk? Hoe gaat het verder? En we hebben in die tijd ook al best wel wat gezien van Europa. Klopt. Al die landen. We zijn gestart dus eind mei 2018 in Nederland. Ja. En dan zijn we verder gegaan door België naar Frankrijk met de veerboot. En dan naar Engeland, Schotland, weer terug. Frankrijk, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Andorra, Spanje, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Spanje, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Zweden, Finland, Noorwegen. Hier zitten we nu in de hitte op de Lofoten. Ja, het is echt ongelofelijk, hoor. Het was de hele tijd nog niet zo heet als vandaag. Nee, de weer-app die zegt het is 22 graden, maar ik geloof er eigenlijk niks van, want het voelt echt als 40 graden. Nou, 30 misschien. Ja, nee. Het is gewoon hartstikke warm. We zitten lekker met blote armpjes een keertje en genieten dat een beetje. Ja, de hittegolf die is ook echt hier nu gearriveerd. Ja. Voor als je natuurlijk noordelijk van de Polaarcirkel zit, hè? Want het is dan ook wel hitte hier. Ja. Ja, dat was zo'n beetje waarom leven wij in de camper. We willen gewoon zelf bepalen wat wij doen, waar wij zijn, hoe lang wij ergens zijn. We willen iets van de wereld zien, maar we willen wel die comfort mee hebben. Niet een klein busje, maar gewoon eigen douche, eigen badkamer. Alles mee hebben en op de mooie plekken staan. Klopt, dus dat is eigenlijk dat is een beetje onze kijk erop. Ik bedoel, je moet vooral naar jezelf kijken van wat is voor mijzelf ideaal? Ja, want we leggen zo de nadruk op, het is geen vanlife. Daar is niks mis mee ofzo. Maar het is gewoon afhankelijk van iedereen. Sommige mensen zijn heel blij met een rugzak op hun rug. Ja. En gewoon een fiets en een tent ergens. Maar dat is gewoon niet voor ons. Wij zijn gewoon een beetje voor de comfort. Dus ja. Ja, gewoon zelf bepalen. Wat willen jullie? Dat moeten jullie doen. Precies. En wij willen dit. Dus precies. Daarom doen wij dit. Ja, en een beetje levenstijd gewoon zelf indelen. Ja. En vooral doen wat je leuk vindt. Als je reizen niet leuk vindt, natuurlijk niet reizen. Ja. Maar ja, in ieder geval, deze hele reis en deze hele weg eigenlijk voor ons. Van hoe ziet dat eruit als wij onze weg zoeken, zeg maar een beetje buitenaf van wat we kennen. Ja, dat leggen we gewoon vast. Eén voor ons om terug te kijken later, hoe was dat ook alweer? Ja. Want je ziet zoveel dingen, je maakt zoveel dingen mee als je reist. Je hebt, als je dat wilt, elke dag of soms om de paar dagen heb je een ander gezicht, een andere cultuur. Andere bijzondere dingen die je weer tegenkomt. Dus dat kun je op die manier mooi vasthouden. Wij filmen allebei heel graag en vinden het leuk om filmpjes te maken. Dus dat doen we. En ja, wij delen dat gewoon op YouTube om jullie een beetje mee te laten reizen. Misschien ook een beetje te inspireren. Als je zelf dat ook een keertje leuk zou vinden. Om op reis te gaan voor langere tijd. Of als je gewoon gaat kamperen. Of als je een paar weken in het jaar gaat. Weet ik veel. Maar dat is ons doel eigenlijk. Om dat te delen. Hoe doen wij dat? Hoe ervaren wij dat? Kan het? Hoe kan het? Ja. En er zijn vrij veel kanalen op YouTube. Ook andere talen. Van mensen die in een camper leven, maar op die manier hoe wij dat doen, zijn er niet zo heel veel. Iedereen heeft zijn eigen manier. Precies. Ja, want elke pad, elke weg is natuurlijk weer zo individueel als de verschillen tussen elke persoon. Dus daar brengen wij onze
onze stijl bij. Ja, we zijn gewoon ons een beetje Amerikaans geïnspireerd RV-style. Dat vinden wij gewoon leuk. Ja, en dat doen we. En het is hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn echt super blij. Dankjewel. Ja, er zijn echt zoveel mensen inmiddels al die gewoon meekijken regelmatig. En dat is gewoon super leuk. En ook jullie commentaren leveren we heel graag. Gewoon, het is een beetje deel zijn eigenlijk van die hele beweging. Want dat heb je steeds meer eigenlijk. Hè? Dat mensen gewoon alternatieve wegen zoeken. Ja, en zo kom je een beetje bij elkaar en dat is hartstikke leuk. Ja. Dus ja, bedankt dat jullie er zijn, dat jullie kijken, dat we jullie mee mogen nemen, dat jullie luisteren naar al ons gebabbel. Wat soms, nou ja. Nee, grapje. Het is gewoon hartstikke leuk, dus bedankt daarvoor. Bedankt. En ik hoop jullie vonden dit video leuk. Mochten er nog vragen zijn? Ja, schrijf me onderin. Precies. Misschien schrijf me erin, gaan jullie ook in een camper leven? Ja. Gaan jullie met de camper op vakantie alleen maar? Gaan jullie, ja, vertel maar wat jullie zo doen. Ja, we zijn nieuwsgierig hoor, wie er aan het andere einde eigenlijk zit. Ja, en dan zou ik zeggen, misschien tot de volgende keer. Graag tot de volgende. Doei. Doei.